Ja, dit zag er al heel mooi uit. Maar ja. Stel je voor dat jij nou een actie zou moeten of mogen organiseren volgend jaar. Ja, wat zou je dan doen? Nou, het moet iets zijn waar ik dan goed in ben, hè? Nou, daar zijn de meningen over verdeeld. Van waar ben ik nou goed in? Ja, want ik denk, ja, waar ben ik nou goed in? Ja, waar ben je niet goed in? Nou ja, ik begon, ja, iets met vis snijden. Kleren uittrekken, dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Ja, ja, die hou ik aan. Nou, misschien voor een heel groot bedrag doe je ze wel uit. Voor volgend jaar, je weet het niet. Ik weet niet of er een veiling al gestart is voor volgend jaar, maar mocht iemand al een veiling aan kunnen plaatsen, Geraldine uit de kleren en dan een mooie foto's daarvan, ik zou niet tegen zijn. Ja, nee, ja, goed, hè. Ik heb het dit jaar al gedaan, maar misschien voor volgend jaar weer. Ja, ik bedoel, iedereen heeft dan toch al alles gezien, dan kun je net zo goed heel veel geld ophalen. Inderdaad, van Circe Quest. Ja. Ja, je bent er volgend jaar wel weer bij, hè? Ja, zeker. 2017 ben ik erbij. Gelukkig, Ger, dankjewel. Fijn dat je hier was. Yes. En wij gaan ondertussen even naar Angelique in de headquarters, want volgens mij ontploft de boel daar zowat.